Goedendag mevrouw, zou u mij kunnen vertellen waar ik Katoren kan vinden? Oh, dat moet ik even opzoeken. Het is een land van lang geleden. Ja, Katoren, dat zegt mij wel iets. Ik denk dat dat die weg is, ja? Richting de blauwe boeken. Ja, al en dan leg door. Bij de thee. Bij de thee, oké, ik ga eens kijken, dank u wel. Veel succes. Dank u. Het land Katoren heeft al 17 jaar lang geen koning meer. De goede oude koning overleed en 6 ministers moesten proberen om een nieuwe goede koning te kiezen. Maar helaas doen zij niets liever dan zelf besturen. Tot de dag dat een jonge man, Stag, hen vraagt wat hij moet doen om koning te worden. Hij krijgt 7 moeilijke opdrachten. En een van die opdrachten speelt zich af in Eukumene. Het dorp waar de kerken kunnen wandelen. Dan weer naar voor, dan weer naar achter, naar links, naar rechts. Men weet nooit op voorhand waar die torens heen gaan. Dit grote probleem moet Stag proberen op te lossen. Lees je mee? Die dinsdag werd een dag om nooit te vergeten. Stag heeft de hele week geluierd. Hij heeft tot door het dorp geslenterd. Af en toe een briefje geschreven aan Kim en aan oom Gervaas en gespeeld met de kinderen van de burgemeester. 2 keer per dag is hij de werkkamer van de burgemeester in de noodsecretarie binnengelopen. De burgemeester heeft hem ingericht als stafkamer. Aan de muur hangen grote kaarten waarop iedere weg, ieder huis, iedere boom in Eukumene staat aangegeven. Lijnen in verschillende kleuren geven de routes aan die de kerken moeten volgen. En met vlaggetjes worden de posities van de schuifelende gebouwen van een uur tot uur bijgehouden. Via 3 telefoons worden hem voortdurend de laatste gegevens over de kerkbewegingen doorgegeven. Als blijkt dat een van hen iets langzamer of iets sneller schuifelt dan was voorzien, berekent hij een korte, respectievelijk langere route en belt die door. Hij is ongeschoren, wallen onder zijn ogen geven hem een ongezond aanzien. Stag heeft verschillende malen hulp aangeboden, maar hij wil alles zelf doen. De hoop is nu dat niet 1 of meer van de kerken op het laatste ogenblik onbestuurbaar worden. Want dan zou alles opnieuw moeten beginnen. Het gaat wel goed, heeft Stag meermalen verzekerd. Ik heb altijd schandalig veel geluk. En zo wordt het dinsdag. 'S morgens om 9 uur precies arriveren alle kerken op de denkbeeldige cirkel die de Brink als middelpunt heeft. De nieuw herbouwde kerk begint naar de Brink te schuifelen, terwijl de anderen zich nog langs de cirkelomtrek bewegen. De kolossale nieuw herbouwde kerk zal namelijk in het midden komen te staan. De anderen worden er omheen gegroepeerd. Achter de nieuw herbouwde kerk komen iets kleinere kerken dan voor hem, om het duwen van de NHK zelf op te heffen. Dat heeft de burgemeester, die nog een blauwe maandag natuurkunde heeft gestudeerd, allemaal precies uitgerekend. Om 21:55 begint ook de tocht van de 11 andere kerken langs de denkbeeldige stralen van de cirkel naar het middelpunt. Behalve de ernstig zieke en de zuigelingen is er niemand in het uitgestrekte Eukumene die niet in het dorpscentrum is om dit wonderlijke gebeuren gade te slaan. Krantenmensen zijn van heinde en verre aankomen zetten. Ze proberen Stag te interviewen, maar die vlucht in de noodsecretarie en sluit zich op in de kamer van de burgemeester. De HHGK ligt 0,5 meter achter op het schema, rapporteert de uitgeputte man. Via een van de telefoons instrueert hij een koerier dat de HHGK door het bestuur tot groter spoed moet worden aangezet. Burgemeester, zegt Stag,
Het komt prima voor elkaar. Laat die vlaggetjes nu eens even met rust en kom voor het raam staan. Naar ik van harte hoop, is dit de laatste dag dat u de kerken van Oikumene kunt zien schuifelen. Geniet er nog even van. Daar komen ze, van alle kanten. De leien van de torens blikkeren in de zon. De zwermen kraaien die om de spitsen vliegen, beginnen zich te vermengen. De route van de RK voert tussen twee huizen door, met niet meer dan een meter ruimte aan iedere kant. Feilloos blijft die gigant in zijn baan. Alle besturen zijn voltallig in de kerken aanwezig. Iedereen heeft dienst. Iedereen werkt met inspanning van alle krachten. Eendrachtiger is er in Oikumene nooit gewerkt. Een traan wilt in het oog van de burgemeester, biggelt over de ongeschoren wang naar beneden, blijft hangen in een huidplooi. Het samenkomen van de kerken, fluistert hij. Dit zal ik nooit vergeten. Hij veegt met een hand over zijn ogen en gaat dan de telefoonhorens terugleggen op de haken. Alle drie de toestellen beginnen onmiddellijk verwoed te rinkelen. Hij neemt op, maakt notities, geeft instructies, verplaatst vlaggetjes. 2 uur. Nog 1 uur. De nieuw hervormde kerk is al bij de rand van de brink aangekomen. Stag veronderstelt dat de journalisten nu wel helemaal door het gebeuren in beslag zullen worden genomen en gaat naar buiten om alles precies te kunnen zien. Zonder haperen schuifelen de gebouwen verder, naast elkaar, langzaamaan in elkaar. 2:30. De voet van de rechter voorpilaar van de NHK duwt de stok omver die het middelpunt van de brink aangeeft. De kerken zijn nu zo dicht bij elkaar gekomen